ik ben professor Philippe en ik ben gespecialiseerd in kankeronderzoek. Maar naast kankeronderzoek is het ook mijn missie om zoveel mogelijk jongeren weg te houden van de sigaret door hen op een interactieve manier te informeren over de vreselijk nadelige effecten van roken. Ik wil me graag richten tot iedereen die met jongeren werkt, speelt, hen iets bijbrengt of op welke manier dan ook met hen begaan is. Ik wil u laten zien hoe belangrijk en waardevol het is om aan zoveel mogelijk jongeren een interactieve voordracht over roken te geven. En elke voordracht begint met die ene simpele vraag. En die vraag, daar kan je allemaal eerlijk op antwoorden. Ik zou ook graag hebben dat je dat doet. Rook je? En dat is ja of nee. En ook in het weekend roken is roken. Kijk eens aan. Dank u wel. We zien toch een aantal rokers in de groep. Ik tracht op een interactieve manier informatie over roken over te brengen bij de jongeren. Niet zozeer op een belerende of chockerende manier, maar eerder verrassend en informatief hebben we het samen over een aantal wetenswaardigheden over de sigaret. Maar bijvoorbeeld ook over joints en over de gevolgen van roken. Want er zijn nog een hoop dingen die jongeren niet weten. Ja, ik dacht dat ik alles wist, maar dat bleek helemaal niet waar te zijn. 4000 schadelijke stoffen in een sigaret, had ik echt nooit verwacht. Amai, bijna 20.000 mensen per jaar die sterven door de gevolgen van roken. Ofwel één iemand per half uur. Als ik dat doordeel, dan was ik daar even niet goed van. Samen met de Universiteit Antwerpen ontwikkelde ik een kant-en-klaar, laagdrempelig pakket waarmee ook u als leerkracht of jeugdwerker meteen aan de slag kunt in de klas of in de jeugdvereniging. Het pakket bestaat uit een boekje voor de leerlingen, een PowerPoint-presentatie en een handleiding. En het kan gratis gedownload worden. De boekjes kunnen ook apart besteld worden. Ik geloof dat het al de zesde keer is dat professor Lardon hier bij ons in het Cynthia Bergmans College in Westmalle zijn voordracht komt geven. En iedere keer opnieuw merken wij dat het een succes is. Jongeren zijn en blijven gevoelig aan hun omgeving. Het is daarop dat zij zich in de eerste plaats richten. Maar wij zijn ervan overtuigd dat een voordracht zoals deze, waarin ze ook zelf actief aan de slag gaan, hen lang bijblijft. Ja, ik rook af en toe nog een sigaretje, maar na de presentatie van vandaag, ja, ik heb er helemaal geen zin meer in. En ik heb er in mijn jas ook nog een paar liggen, maar die ga ik direct in de vuilbak gooien. Ik rook niet. Ik heb het ook nog nooit gedaan. En ja, na vandaag weet ik het wel zeker. Ik ga het ook nooit doen. Sensibilisering werkt, zeker bij jongeren. Daar is iedereen ondertussen van overtuigd. Maar jammer genoeg kan ik zelf niet naar alle scholen en jeugdverenigingen gaan. En daarom wil ik vragen dat u een deel van mijn werk overneemt. De PowerPoint-presentatie, de filmpjes, alle documentatie is kant-en-klaar beschikbaar voor u. Ik ben ervan overtuigd dat u met een minimale voorbereiding een even gedreven en interactieve voordracht aan de jongeren kan geven. Ik ben eens gaan surfen naar de website teeronderwerp.be. Ik heb daar onmiddellijk het pakket besteld voor de hele klas. Ik heb dan de PowerPoint met de handleiding een aantal keer doorgenomen, maar eigenlijk is alles zo vanzelfsprekend dat het geven van een voordracht echt niet moeilijk was. En ik kan iedereen aanraden om het ook eens te proberen. Ik wil graag dat u mijn verhaal laat zien en horen aan de jongeren waarmee u in contact komt. Kortom, ik wil graag dat u mijn missie verder zet, want samen kunnen we hopelijk nog veel meer jongeren van de sigaret afhelpen. Voor meer informatie of contactgegevens, neem gerust eens een kijkje op www.teeronderwerp.be. Veel succes ermee!